hij doet het niet, hè? Is dat nou provocatief of niet? Goeiedag, ik ben Jeroen Stek, provocatief therapeut en coach bij Maarsingh & Verstijn. Leuk dat u het filmpje heeft gestart. Misschien aarzelt u wel een beetje of u een provocatieve therapie-sessie wil. Goed idee. Daar gaat dit filmpje over. Wat is het precies? Dus, kijken, als je durft. Je hebt er soms wel eens last van, zei je? Ik heb... Oké, dus we gaan weer een beetje onderuit, want het is een dilemmaatje. En je hebt er soms wel eens last van. Ja. Oké. Het is aangenaam, hè? Ja, het is wel lekker. Ja, het is heerlijk. Weet je wel, ik heb vrouwen en kinderen. Dat is echt vreselijk. Ja, het lijkt me op gedoe. Precies. Kan je een beetje om jezelf lachen? Ik kan er wel om lachen. Zeg. Wel? Ja, ik weet het gewoon. Het is dat stemmetje. Pak, pak, pak. En ik luister er ook nog naar. En... Ja, dat is wel... Precies. En dan achteraf zeggen, maar het was goed bedoeld. Ja. Met jou. Ik ben er nog niet klaar voor om voor mezelf te beginnen. Ja, het is echt wel een humoristisch onderwerp, vind ik ook, dit. Er zijn mensen die het bij jou aanvoelen. Toch? Ja. Met jou? Het gekke is, ik vind het wel lekker, maar ik doe het niet. Nee, precies. Nou, dat vind ik heel goed. Ja, dat vind ik heel goed. Dat heb ik met heel veel dingen, weet je wel. Weet je, dat lijkt me wel lekker, maar ik doe het niet. Nee, precies. Weet je, zo heb ik wel zin, want dan loopt er zo'n oud vrouwtje langs. Ik zou me onvoorstelbaar in de oren willen schreeuwen. Dat lijkt me heerlijk, maar je doet het niet. Want je weet. Ja, je weet dat het een hoop gedoe op gaat leveren. Dat is bij jou ook zo. Als je langzaam van je gewicht kwijtraakt, weet je wel. Ja, dat je nog maar anderhalf kunnen gebeuren. Blijft er dan van me over. En ik heb het figuur van mijn moeder. Ja? Weet je wel, die is heel dun. Die moet echt er tegenaan eten. Ja. Weet je wel, nou ja. Ja, dat is niet eerlijk verdiend. Dat is niet eerlijk verdiend. Nee, precies. Maar kijk, ik denk, weet je wel, als ik dat nou ook had gedaan. Ja. Dat ik een beetje dikker was. Ja. Weet je wel, dan had ik de vrijheid. Zo, u heeft mij net aan het werk gezien. En u bent natuurlijk benieuwd waar provocatieve therapie vandaan komt. Zoals heel veel goede dingen komt ook provocatieve therapie uit Amerika. En ze noemen het daar natuurlijk provocative therapy. Provocatieve therapie is ontwikkeld door Frank Farrelly. Farrelly was een collega van de vermaarde psycholoog Carl Rogers, wiens therapie zich kenmerkte door warmte en begrip en het terugspiegelen wat de cliënt aangaf. Maar Farrelly kwam uit Ierland en was opgegroeid met een gevoel voor droge, harde humor met een knipoog. En juist dit begon Farrelly ook te gebruiken in zijn therapie. Well, she ever talked about it. I can't take much more of this. I mean, you continue to yell at Bridges in your obscene way. I'm gonna go home to mama. Bij een cliënt die niet vooruit te branden was, besloot hij gewoon te vertellen wat hij werkelijk van hem dacht. En gaf aan dat hij het er van harte mee eens was dat deze cliënt niet vooruit kwam. De eerste provocatieve therapieën werden zo geboren. En Farrelly merkte dat er een sterke positieve werking van uitging. In de jaren daarna hebben diverse mensen de werkwijze van Farrelly beschreven en uitgebouwd tot wat we nu kennen, de provocatieve therapie. In Nederland is de provocatieve therapie geïntroduceerd door Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg. Zij zijn als provocatieve leiders verbonden aan het IEP. Ook Jeroen Stek is als collega-opleider geregeld werkzaam voor het IEP, het Instituut voor Eclectische Psychologie. Ja, wat gaat er nou gebeuren als u bij mij therapie komt doen? Dat wilt u natuurlijk weten. Bijvoorbeeld krijgt u ook koffie. Ja, dat kan. Of thee. Maar de meeste mensen drinken niks van de zenuwen. Nee, grapje, valt best mee. En dan gaat u lekker zitten op uw stoel en dan zorg ik ervoor dat u eerst relaxed bent. Dat u lekker op uw stoel zit, want dat is van belang. En dan moet er nog een beetje een plezierige sfeer zijn, een beetje humor. Nou, dat heb ik u al uitgelegd. Warmte en humor zijn belangrijk. En als die er zijn, dan ga ik u uitdagen. Dan ga ik uw grootste probleem provoceren. Provoceren? Moet je je blouse zien? En dat provoceert al genoeg. Ja hoor, tuurlijk. Maar dan gaan we u echt alle hoeken van de kamer laten zien terwijl u blijft zitten. En u raakt een beetje in verwarring en dat is goed. Ik geloof er namelijk in, en de provocatieve therapie ook, dat u een beetje in verwarring moet zijn. De meeste mensen gaan na de eerste sessie vol verwarring en door elkaar geschud naar huis. Niet dat ik u te veel aanraak, maar gewoon van alles wat ik met u in taal doe. En dat is goed. U moet een beetje opnieuw leren denken over uw probleem.
Of eigenlijk over de oplossing. Want provocatieve therapie denkt dat u niet in staat bent om uw eigen problemen op te lossen. En dat houden we vol tot de laatste seconde. En jij zeker wel. En? Omdat je ervoor doorgeleerd hebt zeker. Ja. Oh, het is Tuurlijk. Zeker provocerend bedoeld. Juist. Ja, ja. Ja, heel goed. Het schiet wel lekker op trouwens. Het is een confronterende manier, een provocerende manier, maar het schiet wel lekker op. Vaak ben ik met 5 tot 10 gesprekken klaar, althans u. En niet dat u dan zat bent van mij, maar dat u denkt, het is opgelost. Ja, mocht het niet lukken, dan doen we er gewoon nog een sessietje bij. Nou, dat is eigenlijk zoals het werkt. Veel verwarring, veel humor en veel provoceren. En trouwens, u mag mij ook provoceren. Jeroen Stek is een veelzijdig provocatief therapeut bij Maarsing en Van Stijn in Leeuwarden. Maarsing en Van Stijn biedt een netwerk voor psychologische expertise op het gebied van coaching, mediation, training en supervisie. We hebben een breed palet aan multidisciplinaire expertise onderzoeken en zorgen steeds voor de juiste expert op het gebied van de vraagstelling. Expertises zijn onderverdeeld in modules, van eenvoudig en kort tot complex en langdurig. Hierdoor kan er een zo eenduidig mogelijk antwoord worden gegeven op de vraag die gesteld wordt. Uiteraard kunnen de verschillende modules aan elkaar gekoppeld worden. Wat leuk dat u het hele filmpje heeft bekeken. U heeft van alle handen informatie gekregen over provocatieve therapie. Nou hoop ik dat ik u bij Maarsing en Van Stijn tref. Hebt u het lef?